Helemaal welkom bij een nieuwe video van LangzaamRijker.nl. Vandaag gaan we kijken naar een aantal nieuwsfeitjes. Dat komt omdat ik afgelopen weekend geen video heb gemaakt. Dat gaf ik ook aan op Instagram. Ik ben een weekendje weg geweest, dus ik had eventjes uh, pauze. Ik vroeg jullie gisteren op Instagram wat jullie graag zouden willen zien in de video van vandaag. Had ik misschien beter niet kunnen vragen. Het is een beetje hetzelfde als dat je vraagt wat is je lievelingsgerecht. Ik heb duizend en één antwoorden gekregen. Um, volg hem overigens nog niet op Instagram. Doe dat dan eventjes want bij de 10.000 volgers. Geef ik eh, 10.000 eurocent, oftewel 100 euro, aan Bitcoin weg. Um, het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is heel eventjes mij volgen en deze um, foto te liken. Zoals je ziet, we zitten op uh, 9.769 volgers. Dus daar zijn we bijna. Het zou leuk zijn als ik de giveaway kan gaan doen. Dus volg je hem nog niet, doe dat dan eventjes. Dan zie je ook dat soort vragen voorbij komen. Kun je input geven voor video's, komt af en toe nieuws voorbij, et cetera. Um, ik heb een aantal dingen uitgepakt voor vandaag. Um, zoals ik al zei, heel veel aanvragen geweest. Wat ik er meteen even bij wil zeggen, ik heb heel veel vragen gekregen over losse aandelen. Wat vind je van dit aandeel? Wat vind je van dat aandeel? En dat zijn dan meestal ook nog eens speculatieve aandelen. Ja, daar ga ik niet te diep op in. Hoewel ik vandaag wel ook eventjes ga kijken naar een nieuw aandeel. wat uh, op Wall Street Bets, uh, de Reddit groep, weer uh, benoemd wordt. Um, maar ik ga niet uh, in op, uh, op allerlei losse aandelen en of ik dat wel of niet zou kopen, want ik geef. Geen aankoopadvies, zoals jullie weten. Ik probeer jullie te informeren. Ik heb het een en ander even klaargezet. Pak er even bij. We gaan even kijken als eerste naar de nieuwe Wall Street Bets meme stock uh, Air. Niet te lang, omdat ik dat niet wil gaan hypen. Dit is niet de video met Air to the Moon. Uh, maar heel even bekijken wat voor soort bedrijf dat nou precies is. Um, wat daar nu voorbij komt. En waarom? Omdat ik uh, dat sowieso een interessant aandeel vond. Um, de vraag is alleen op het moment dat hij bij Wall Street voorbij komt of dat nog steeds zo is. Maar goed, dat, uh, dat kunnen we eens bekijken. Vervolgens kijken we heel even naar Philips. Uh, Philips heeft wel problemen gehad uh, met uh, beademingsapparaten. Um, daar hebben ze uh, een terugroepactie op, uh, op uitgeroepen. Daar gaat uh, heel wat geld in om. En dat is ook meteen terug te zien in de koers. Dus er waren ook mensen die in paniek mijn weg stuurden van Tim. Wat gebeurt er met Philips? Daar kijken we even naar. En tot slot kijken we naar een onderwerp wat afgelopen week eigenlijk speelde, vrijdag. Maar als ik, zoals ik al zei, ik uh, kon van het weekend geen video maken. Anders had ik dat van het weekend gedaan over uh, een verbod mogelijk op bitcoin. Uh, misschien al het een en ander over gehoord of gezien, uh, maar daar kijken we ook nog eventjes naar. En als eerste dan Corsair. Wat is Corsair dan? Dat is een, uh, een, een, een aandeel, een bedrijf, wat um, um, in de, de gaming zit. Dus ze maken uh, met name hardware voor, uh, uh, voor, voor gamers. En uh, het wordt uh, de laatste dagen uh, uh, sinds vrijdag eigenlijk op uh, Wall Street bets op Reddit uh, veel benoemd. En het uh, staat hier al: kost er rockets up 30%, 30% in early trading as Wall Street bets uh, finds its latest meme stock. Nou, hoe zit dat nou precies als we kijken naar um, de prijs? Um, 31% omhoog dus, the highest price since late February. Dus de prijs is zo'n 31% omhoog gegaan en dat is net zo hoog als afgelopen februari. Als we dan even kijken in uh, uh, TradingView, pak je even bij uh, dat er een flinke spike is geweest. Dat is de spike van uh, de 14e, dat was afgelopen maandag dus. Uh, een enorme spike omhoog geweest en ook meteen alweer flink, uh, flink gedaald. Je ziet echter dat uh, de, de prijs niet boven de punten is gekomen van afgelopen februari. Uh, toen lag de prijs zelfs nog wat hoger. Uh, zeker in het einde van vorig jaar, november, toen heeft de prijs op zo'n 50 US dollar gestaan. En gisteren zijn we naar zo'n 43 US dollar gegaan. Um, hoe zit het nou precies met dat bedrijf? Wat voor bedrijf is het nou? Nou, Het is het meest bekend uh, vanwege de, de gaming hardware. Uh, allerlei accessoires, zoals greenscreens uh, voor streamers, uh, muizen, toetsenborden en zelfs complete PC's maken ze. Ze zijn onder andere ook uh, eigenaar van Elgato. Dat gebruik ik veel. Um, ik weet niet of ik het hier in beeld kan brengen, maar voor het opnemen van deze video's gebruik ik zo'n uh, Elgato Stream Deck bijvoorbeeld. Waarmee ik dan uh, op knopjes kan drukken om bijvoorbeeld mijn webcam aan of uit te zetten. Nou, dat zijn allerlei producten die zij, uh, die zij maken. Um, en het is best wel een, een bekend, uh, bekend merk, zeker onder, uh, onder gamers. Um, sowieso is uh, gaming de, is het een goed jaar voor gaming geweest. Een outstanding year due to pandemic restrictions keeping people around the world indoors. Oftewel, iedereen moet thuis blijven vanwege de pandemic. Um, with little to do, millions turn to video games. Year to date, however, a major. Um, gaming companies like Activision Blizzard, EA en uh, Take-Two Inter Interactive have underperformed de SP 500. Oftewel, veel mensen moesten thuis blijven, veel mensen zijn gaan gamen, um, maar toch uh, zijn de rendementen van die grote, uh, grote bedrijven uh, minder geweest dan de SP 500 de afgelopen maanden. Dat zie je ook wel in de gamingwereld. Ik heb bijvoorbeeld zelf een PC samen moeten stellen om um, deze video's goed te kunnen editen en dergelijke. En wat je dan uh, ziet is dat die prijzen gewoon enorm hard gestegen zijn. Afgelopen jaar, eind uh, 2020, twijfelde ik al. Zal ik in dat boekjaar nog een nieuwe PC samenstellen? Of zal ik wachten tot 2021 tot de prijzen gedaald zijn? Nou, gelukkig heb ik niet gewacht, want de prijzen zijn absoluut niet gedaald. De prijzen zijn alleen maar omhoog gegaan. Je ziet dus um, uh, overal uh, in de hele gamingwereld dat er uh, ja, gewoon enorm veel vraag naar is. Maar toch, um, ja, die aandelen die uh, performen wat minder. Um, wat we hier verder nog zien, uh, Corsair Backers... On Wall Street, bets say the stock is undervalued and is worth holding thanks to the company's portfolio of brands and position as a top third party hardware seller. Nou, Mensen bij Wall Street Bets uh, die geven dus zelf aan van ja, dit is absoluut een buy. Er um, zijn zelfs mensen die zeggen van het kan go wrong. Nou, daar zou ik dus heel erg mee opletten. Uh, ik denk dat het zeker een heel interessant bedrijf is. De, de waardering, uh, daar moet ik me nog iets meer in gaan verdiepen. Zoals ik al zei, weekendje weg geweest, net terug. Dus ik heb dat nog niet helemaal voor jullie uit kunnen werken. Um, maar ik denk dat je uh, het zeker moet opletten met dit soort aandelen. Het kan een interessante investering zijn. Ik koop daar mogelijk ook wel uh, een klein deel op, op in. Maar we weten op het moment dat Wall Street Bets met dit soort aandelen aan de haal gaat, dat het gewoon enorm volatiel wordt. Dat hebben we natuurlijk gezien bij GameStop, dat hebben we gezien bij AMC. Um, dat heeft op een gegeven moment helemaal niets meer met de waarde van het bedrijf te maken, maar dat is veel meer uh, elkaar ophypen om maar iets te kopen en daar zou ik gewoon heel erg voor oppassen. Dus op het moment dat de koers er bijvoorbeeld enorm hard gestegen is, we zien nu wat ik net al liet zien op de, op de koers, alweer hard gedaald. Dus we staan nu ten opzichte van vrijdag... In de pre-market 13% in de plus. Nou, dat valt nog wel mee, zeker ook als je kijkt naar de waardering begin uh, dit jaar, eind vorig jaar. Um, maar schiet die prijs in één keer omhoog, ja, let daar gewoon mee op en zorg ervoor dat je niet veel te veel, koopt, uh, of veel, te veel betaalt voor een aandeel uh, dat je koopt, omdat uh, ja, het gehyped wordt, om het zo maar te zeggen. Meme stocks is toch niet helemaal mijn, uh, mijn ding. Dat gezegd hebben, dan gaan we door naar Philips, want daar kreeg ik ook wat vragen over. Waarom? Uh, omdat Philips uh, beademingsapparatuur terugroept uh, omdat ze onveilig zijn. Philips roept wereldwijd 3 tot 4 miljoen slaapopneu en beademingsapparaten terug die zowel bij mensen thuis als in ziekenhuizen worden gebruikt. Het technologiebedrijf zet in totaal een half miljard euro opzij om het probleem aan te pakken. Het gaat om apparaten die over de hele wereld verkocht zijn, waaronder in Nederland. Uh, er zijn dus gewoon uh, uh, problemen mee. Ik geloof zelfs, ik heb het hier niet helemaal kunnen terug uh, of niet helemaal gehighlight, maar heel even kijken. Uh, ja, het schuim laten, kan loslaten, dus er zit een schuimsoort van filter in, dat zou los kunnen laten uh, en dat is mogelijk kankerverwekkend en giftig. Um, oftewel, die gaan ze allemaal terugroepen, gaan ze allemaal vervangen. En dat zorgt natuurlijk voor dat er uh, heel veel kosten mee gemoeid zijn. Nou, dat geven ze hier al aan. Een half miljard euro wordt er opzij gezet om dit probleem op te, pa op te pakken. Dus waarschijnlijk om uh, uh, het probleem zeg maar, te verhelpen. In de zin van dat ze het product moeten gaan aanpassen, dus de engineering daarachter, maar ook om alles terug te halen, uh, kosteloos te vervangen, weer terug te sturen naar mensen, etcetera. Daar gaat gewoon uh, veel geld mee gemoeid. We zagen dat ook meteen in de koers als we de koers van Philips er even bijpakken. Uh, zo. Dan zien we dat die um, gisteren echt door zijn voeg heen zakte. Um, we zagen gisteren, ten opzichte van de sluiting van vrijdag tot het laatste punt, een daling van ruim 8%. Dat is wel weer redelijk bijgetrokken. En nu het is nu dinsdagochtend uh, uh, nu zien we dat we toch weer op dit support level zitten, wat ik de vorige keer ook al aangaf. Van mijn vorige video teken ik al in dat we hier eigenlijk een, uh, een gebied van uh, support vinden. Um, mogelijk dat we daar uh, 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 weer op afketsen. Dus dat, dat dit het is geweest. Dat we vanuit hier weer hogere koers gaan op, uh, opzoeken. Waar je gewoon rekening mee moet houden met dit soort dingen. Zeker als je investeert in Philips. Dan kunnen dit soort dingen gewoon gebeuren. Eigenlijk moet je dat gewoon al ingecalculeerd hebben. In mijn ogen is zo'n enorme spike naar beneden. Echt een overreactie vanuit de markt. Mensen die meteen in paniek raken. Denken, oh jee, ik zit in Philips. Snel verkopen. Dat zijn ook alle mensen die hier beneden verkocht hebben. Terwijl op een moment dat een bedrijf zoals Philips. Um, enorm veel uh, medische apparatuur maakt, dan weet je gewoon er gaat een keertje iets fout. Ik bedoel waar uh, producten gemaakt worden, worden ook ooit fouten gemaakt. En op het gebied van uh, medische apparatuur kan er natuurlijk geen risico genomen worden, al is het risico maar heel erg klein. Dan willen ze dat gewoon aanpakken, dat kost gewoon geld. Sterker nog, uh, ik verwacht dat Philips hier gewoon een potje voor heeft, dat ze gewoon een potje hebben voor dit soort situaties om dat op te kunnen vangen. Um, dus voor mij uh, absoluut geen reden tot paniek. Wil dat zeggen dat we vanuit hier meteen weer hogere koersen moeten gaan opzoeken? Nee, dat hoeft zeker niet. Het kan natuurlijk zijn dat het aandeel nog wat verder naar beneden zakt. Maar goed, dat had ook zonder deze problemen kunnen zijn. De vraag die ik kreeg via Instagram was dus wat nu te doen met het aandeel. Nou, dat moet je altijd helemaal zelf weten. Ik geef geen aankoop- of verkoopadvies, maar persoonlijk maak ik me over dit soort zaken niet zo heel erg druk. Dit gebeurt gewoon één keer in de zoveel tijd. Kijk, als het nou meerdere keren achter elkaar gebeurt, met hele hoge kosten. Dan is het natuurlijk iets anders. Dan kan het zijn dat die kosten een stuk hoger oplopen dan dat ze wellicht rekening mee hadden gehouden. Maar één keer zo'n terugroepactie, ja een half miljard, uh, is natuurlijk enorm veel geld. Uh, maar ik denk dat daar zeker wel rekening mee, uh, mee gehouden is dat er ooit eens wat fout zou kunnen gaan. Nou tot slot dan uh, gaan we kijken naar uh, een onderwerp wat denk ik uh, voor heel veel mensen al, uh, al bekeken. Of uh, uh, waar je al iets over gehoord hebt. Er is natuurlijk afgelopen vrijdag uh, in het nieuws gekomen. De directeur van het Centraal Planbureau. Uh, Pieter Hazekamp, die geeft aan... Nederland moet de bitcoin in de band doen. Oftewel, een totaalverbod op bitcoin. Uh, daar heeft hij verschillende redenen voor. Het is een beetje een apart artikel. Um, ik heb het idee dat, uh, uh, dat ze niet helemaal weten... hoe het nou precies werkt. Hoe bitcoin nou precies in elkaar zit. Er worden heel veel aannames gedaan die gewoon niet waar zijn. Maar dat zijn wel zaken die je steeds... Vaker, of ja, niet per se vaker, maar die heel vaak in de media terughoort. Dus allerlei argumenten die je altijd hoort, terwijl uh, uh, een deel daarvan niet waar is, of het misschien maar een heel klein deel onderdeel is van cryptovaluta. Uh, um, vaak zelfs als het positief nieuws is, dan wordt het toch weer gezegd hè, van ja, maar het wordt ook door criminelen gebruikt, of uh, er wordt ook veel energie voor verbruikt om, uh, om crypto uh, uh, te minen. Zeg maar. um, nou, dat zijn altijd onderwerpen die constant weer terugkomen. En ja apart dat de directeur van het Centraal Planbureau dat nu Um, zo naar buiten brengt. Overigens uh, is al eerder een, uh, een voorstel gedaan om bitcoin in de band te doen, cryptovaluta in de band te doen. Uh, destijds heeft de minister van Financiën gezegd dat dat niet nodig is. Die heeft nu volgens mij ook alweer gereageerd dat uh, dat, dat nu niet de oplossing is. Maar als we dan kijken naar het, uh, naar het stuk, je kunt het terugvinden op de website van het CPB. Je zoekt even naar CPB Bitcoin, dan kom je dit uh, opiniestuk tegen. Um, ik heb een aantal dingen gehighlight, we hoeven er niet helemaal doorheen te gaan. Maar wat je ziet is dat, uh, zoals eerst ze zeggen, um, je hebt aan de ene kant dus en aan de andere kant dus het fiat geld. Dus bijvoorbeeld, zoals hier al staat, dollars of euro's. Wat geeft ze aan? De afgelopen decennia is er nauwelijks sprake geweest van geldontwaarding. Nou, dat is natuurlijk absoluut niet waar. Als je kijkt naar uh, de geldontwaarding, dus de inflatie op bijvoorbeeld de US-dollar, is enorm geweest. Als we kijken naar de afgelopen 40 jaar, is dat volgens mij meer dan 200% inflatie geweest. Um, dat is natuurlijk ingecalculeerd, zo is het Nederlandse systeem, of niet alleen het Nederlandse systeem, maar zo is het geldsysteem in de wereld ingericht, dat er inflatie is, dat er geldontwaarding is, zodat we ons geld uitgeven. Dus er zit wel een bepaalde gedachte achter, is misschien ook niet per se helemaal gek. Uh, de ene is voor inflatie, uh, die zegt dat dat stimuleert de economie, en de ander zegt nee, we moeten juist deflatie hebben. Nou, ik weet niet of dat dan helemaal de oplossing is. Maar het rare is dat hier gewoon gezegd wordt van de afgelopen decennia is er nauwelijks sprake geweest van geldontwaarding, terwijl je geld... Vele malen minder waard is geworden. Ze geven hier wel aan hoeveel de inflatie nu voorzichtig iets oploopt. Zijn er zijn weinig mensen die geloven dat ze terugkeren naar de cijfers uit de jaren 60 en 70. Toen was de inflatie enorm hoog. Nou, uh, ik weet niet of dat zo is, dat kan ook best wel snel uh, veranderen wat dat betreft. Als we dan verder kijken in het stuk, dan geven ze onder andere aan het huidige geldstelsel. Uh, met de centrale banken, toezicht, etc. Werkt in de praktijk behoorlijk? Ja, dat klopt. Het huidige stelsel werkt behoorlijk. Werkt prima. Is er verbetering mogelijk? Jazeker. Ik denk ook niet dat uh, bitcoin of crypto nu tijdens de algemeenheid per se uh, de banken helemaal zouden moeten vervangen of iets dergelijks. Maar ik denk dat het wel een mooie aanvulling is. Er zijn absoluut uh, onderdelen van de banken die niet goed gaan. Wat ze dan verder aangeven. Dus in de praktijk werkt het behoorlijk. Maar verder zijn er de verbeteringen denkbaar. Nou, dat is niet maar goed. Ze staan open voor verbetering. Vele centrale banken werken nu aan digitale versies van hun munteenheid. Uh, Central Bank Digital Currencies. Nou, ja, dan krijg je eigenlijk weer hetzelfde. Dan heb je dus een digitale versie van jouw currency. Dus een digitale, digitale euro bij wijze van spreken. Um, maar niet decentraal, want dat wordt nog steeds gereguleerd door de bank. Dus dezelfde mensen zijn nog steeds verantwoordelijk over jouw geld. Dus wat dat betreft. En uh, geloof ik er zeker in dat zo'n uh, central bank digital currency dat die gaat komen, dat dat dan een nieuwe standaard wordt? Dat uh, de grote meute denkt: oké, okay, cryptovaluta uh, wordt omarmd, want de banken hebben hun eigen cryptovaluta. Dan gaan we natuurlijk helemaal voorbij aan wat crypto nou precies is en wat de voordelen van crypto zijn. Maar goed, uh, dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren. Maar ik denk dat uh, een cryptovaluta zoals Bitcoin daar gewoon goed naast kan, uh, kan bestaan. Um, wat verder nog uh, uh, aangegeven wordt en dat is ook weer heel erg apart, uh, alleen uh, op het aspect van privacy scoren uh, Cybertransacties goed. Dus ze geven aan dat uh, waar de vastheid bijvoorbeeld niet bestaat en dat de koers enorm fluctueert, ja dat komt omdat het nieuw is. Uh, die fluctuatie wordt alleen maar minder. Gebruikersgemak geven ze aan dat werkt niet goed, uh, maar alleen privacy daarop scoren Cybertransacties goed. Dat is natuurlijk absolute onzin. Ze geven aan, de anonimiteit is precies wat, wat het aantrekkelijk maakt voor criminelen. Maar bitcoin is helemaal niet anoniem. Er zijn natuurlijk anonieme coins, denk aan bijvoorbeeld de Monero. Maar bitcoin bijvoorbeeld is gewoon niet anoniem. Het is pseudoniem. Wat betekent dat uh, precies helemaal inzichtelijk is waar jouw bitcoin heen gaat. Als ik vandaag een biljet van 50 euro aan jou geef en jij geeft dat weer aan iemand anders en die geeft het weer aan iemand anders. Kan niemand achterhalen waar die 50 euro gebleven is. Bij cryptovaluta is dat anders, dan kun je precies terugzien. Sterker nog, ik denk dat er heel veel mensen achteraf misschien wel gezeur gaan krijgen met de Belastingdienst omdat ze hun cryptovaluta niet hebben aangegeven. Nou, hoe werkt het nou precies? Die pseudonimiteit betekent gewoon dat je alle transacties terug kunt zien, maar je kunt alleen maar het adres zien. Dus de wallet, die kun je zien, er zit geen naam aan gekoppeld. Maar tegelijkertijd moet jij of wil jij uiteindelijk misschien wat bitcoin omzetten in euro's. Je wilt een deel uitbetalen in euro's omdat je euro's nodig hebt. Wat moet je daarvoor doen? Daarvoor moet je jouw wallet koppelen aan jou als persoon. En wordt dus bekend dat jij de eigenaar van die wallet bent. En op die manier uh, ja, is het steeds meer inzichtelijk van welke wallet nou van wie is, waar uh, crypto naartoe gaat en dergelijke. Ik verwacht dat uiteindelijk over een paar jaar bijvoorbeeld de Belastingdienst uh, begint te begrijpen hoe dit werkt. En wellicht wel gaat terugkijken van nou, wie had hoeveel cryptovaluta in bijvoorbeeld 2020. Um, heeft die persoon niks aangegeven, maar hadden ze misschien wel een halve ton aan cryptovaluta. Um, dat zijn allerlei zaken waar je rekening mee moet houden. En daarom zeg ik ook altijd tegen iedereen, geef het gewoon netjes aan, zoveel belasting hoef je in Nederland niet te betalen, uh, doe daar niet zo moeilijk over. Maar goed, uh, terugkomend op dit stuk, alleen uh, op het gebied van privacy scoren cybertransacties goed is dus absolute onzin. Je kunt alles helemaal terughalen, uh, je kunt precies zien waar het geld naartoe gaat. Het enige is dat je niet altijd een naam eraan hebt. Um, maar uh, wat we zien met Know Your Customer bijvoorbeeld, is dat je je altijd moet legitimeren als je ergens een account aanmaakt bij een broker. Uh, of iets dergelijks. Je moet altijd uh, je paspoort laten zien en dergelijke. Waardoor uiteindelijk altijd bekend wordt. op het moment dat je het uitkerst wie nou de eigenaar van uh, bijvoorbeeld die Bitcoin is. Nou, verder geven ze aan. inmiddels zetten diverse landen, zetten diverse landen stappen. om de crypto-hype in te dammen. Uh, vanwege schadelijke gevolgen. Als eerste fraude. Ja, dat vind ik inderdaad van een punt. Uh, ik weet niet of ze dat bedoelen. maar daarbij denk ik meteen aan bijvoorbeeld afpersing. Je hebt uh, van die uh, ransomware. Het volgens mij dat je PC. ...geblokkeerd wordt en je moet een bepaalde hoeveelheid crypto betalen... ...om, um, om je pc weer vrij te krijgen, een soort van virus. Uh, ja, dat is zeker een probleem. Um, uh, dus ja, daar, daar kun je niet omheen. Uh, crimineel gebruik. Nou, dat vind ik een beetje onzin. Als je kijkt naar onderzoeken, blijkt dat nog geen 1% van alle bitcoin gebruikt wordt door criminelen. Terwijl natuurlijk in, uh, in euro's en in dollars veel meer crimineel geld rondgaat. Gokverslaving. Nou, ondertussen uh, worden uh, de, de goksites en dergelijke worden weer uh, uh, toegestaan in Nederland. Uh, dus ze gaan zeggen dat uh, cryptovaluta of bitcoin specifiek een probleem is van een gokverslaving, terwijl ze aan de andere kant uh, uh, bepaalde gokwebsites weer gaan toestaan. Nou, dat is natuurlijk de omgedraaide wereld. Um, en gokverslaving is natuurlijk een probleem. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Er, er zijn heel veel mensen die gokverslaving hebben. Daar moeten we iets mee. Maar het is absoluut niet zo dat Bitcoin de reden is dat heel veel mensen gokverslaafd zijn of iets dergelijks. Um, dat zijn uh, enorm veel online casinos en dergelijke ook. En die worden juist nu weer toegelaten. Uh, financiële instabiliteit geeft ze dan ook aan. Daarmee bedoelen ze dan uh, denk ik uh, de fluctuatie in de koers. Ja, dat is nu natuurlijk een probleem. Bitcoin was 60.000 dollar, is nu 30.000 dollar. Um, maar dat heeft gewoon tijd nodig, omdat het gewoon uh, geaccepteerd moet worden, uh, opgenomen moet worden, er moet meer geld aan omgaan en dan zie je dat dat steeds waarder, vaster wordt. Dat zie je eigenlijk met alles. Op het begin fluctueert het enorm, maar op het moment dat er meer en meer in, uh, omgaat, dat er meer mensen gebruik van maken, wordt die koers steeds stabieler. Um, en tot slot dan, niet te vergeten, de enorme energieverspilling bij productie. Nou ja, dat is wel een probleem. Je ziet wel dat uh, het overgrote deel van uh, de, de mining plaatsvindt met uh, groene energie. Um, dus uh, ja, het gebruikt veel uh, energie. Maar je ziet ook dus dat veel miners hun eigen energie opwekken. Dus dat het eigenlijk weer energie-neutraal is. Maar goed, ik denk dat daar zeker nog um, verbetering in mogelijk is. Um, dat, moet gewoon, uh, dat moet gewoon beter. Maar ook dat heeft tijd nodig. Je ziet dat er al hele grote stappen ingenomen zijn. Um, maar ik verwacht dat er de aankomende jaren alleen maar grotere stappen ingenomen worden. Zeker op het moment dat cryptovaluta steeds breder geaccepteerd worden, zul je zien dat er steeds meer professionele organisaties instappen, in bijvoorbeeld het mining, die dan ook uh, op een verantwoorde manier, op een groene manier, energie kunnen produceren om uh, die mining te supporten. Dus wat dat betreft denk ik dat dat zichzelf kan gaan oplossen, maar ook dat heeft tijd nodig. Maar goed, ik vind het wel een valide punt dat op dit moment er wel energieverspilling is. Uh, je hoort natuurlijk ook heel veel uh, energieverspilling of energiegebruik van banken is veel meer dan crypto, et cetera. Ja, dat klopt. Er wordt natuurlijk veel minder gebruik gemaakt van crypto, dus daar, daar vind ik gewoon dat ze een punt hebben. Dat moet beter, uh, maar dat zie ik niet als een punt om het helemaal te verbannen. Um, tot slot dan, wat vind ik hiervan? Want je ziet dus dat heel veel mensen paniek raken. Heel veel DM's kreeg ik op Instagram van Tim, Bitcoin wordt verboden, wat moet ik doen? Ik heb alles verkocht, riepen sommige mensen zelfs. Nou, je ziet dat dit honderdduizend keer voorbij komt. In ieder geval in de afgelopen jaren, in de laatste drie, vier jaar dat ik in crypto zit, heb ik meerdere keren landen voorbij zien komen die crypto zouden verbieden of misschien zelfs hebben verboden. Keer op keer komt het terug en uiteindelijk... Uh, op de lange termijn uh, merk je daar gewoon helemaal niets van, want het is gewoon vooral fut. Nu ook, uh, Wopke Hoekstra heeft hier dus al op gereageerd. Die aangeeft, nou er zijn zeker uh, problemen met cryptocurrencies die we moeten aanpakken, maar een verbod is niet per se de oplossing. Maar nou, met die problemen, uh, daar zie ik ook al problemen met allerlei shitcoins die uh, gepromoot worden. Allerlei pump en dumps. Uh, in Nederland is er ook weer uh, een hoop heisa geweest natuurlijk over een nieuwe coin die uh, in, de, in de basis helemaal niets is. Uh, maar waar wel heel veel marketing omheen zit, alleen maar om mensen te laten instappen. Ja, dat zijn inderdaad problemen. Ik denk dat er zeker regulering moet komen. Regulering zou alleen maar goed zijn. Een verbod, ja, dat lijkt me uh, uh, niet handig. Dat lijkt me niet de oplossing, maar vooral ook niet uh, te handhaven. Um, maar regulering zou wel een, uh, een heel belangrijk punt zijn om ervoor te zorgen dat de cowboys hier uh, uit verdwijnen. En dat de mensen die proberen op een snelle, slimme manier geld te verdienen. Om jou je geld afhandig te maken met een of andere rotzooi coin. Ja, die mensen die moeten we gewoon uh, niet hebben, die moeten we eruit hebben. Kortom, ik denk dat je hier niet te veel uh, uh, waarde aan moet hechten. Um, ik ben heel erg benieuwd uh, of uiteindelijk um, de, de directeur uh, Pieter Hazekamp, um, hier nog een keer iets over gaat zeggen. Er zijn meerdere partijen geweest die met hem in contact willen komen. Dan geeft hij aan. Ja, ik wil hier geen tijd aan verspillen. Dat snap ik ook ergens wel, want hij snapt gewoon niet hoe cryptovaluta werken, dat blijkt wel uit het stuk. En vervolgens komen er allemaal. Uh, uh, ja, mensen die helemaal vol zijn van crypto, die willen met hem in contact. Ja, dat zou ik zelf ook afhouden. Het is echt niet zo dat ik per se uh, uh, pro-Bitcoin ben of iets dergelijks. Uh, dat ik denk dat dat de wereld gaat overnemen, dat dat onze currency wordt, et cetera. Nee, helemaal niet. Maar ik denk dat het gewoon iets moois is dat ernaast kan, uh, kan bestaan. En uh, ik denk dat Pieter Haaskamp dat niet helemaal begrijpt. Maar goed, uh, tot zover uh, dit stuk. Dan denk ik dat ik hem ook meteen ga afsluiten. Want dit stuk uh, duurde best wel lang. We zijn al een tijd aan het opnemen. Um, ik hoop dat je deze video interessant vond. Laat even weten of je dit soort nieuws, uh, nieuwsvideo's, om het zo maar te zeggen, interessant vindt. Of dat je liever de normale video's hebt. Dan weet ik wat jullie leuk vinden. Geef ook even een duimpje omhoog. Kan ik even kijken hoeveel duimpjes de video krijgt. Um, dan weet ik een beetje of, uh, of ik vaak dit soort video's moet maken. En dan hoop ik je terug te zien bij een van de volgende video's. Tot dan.